De Blue Diamonds was een Nederlands duo bestaande uit de broers Riem en Ruud de Wolf. In 1960 braken ze door met de wereldwijde hit Ramona. In november 2000 treden Ruud en Riem de Wolf voor het laatst op als de Blue Diamonds. Ruud is dan al ernstig ziek en komt te overlijden. Riem overlijdt op 12 september 2017. Als de organisator van eerdere concerten jaren later de muzikale erfgenamen Patrick en Stefan vraagt om in februari 2023 nog één keer een eerbetoon aan de Blue Diamonds te brengen, hoeven ze daar niet lang over na te denken. Naar aanleiding van een uitverkocht concert, positieve reacties en aanbiedingen die daarna volgen, besluiten Patrick en Stefan om de story of the Blue Diamonds onder de naam The New Diamonds nieuw leven in te blazen. Ramona.